Wij willen een socio-economisch herstelbeleid. En wij willen heel graag hervormingen op het institutionele vlak. Als je de recepten volgt van de PS, dan stevenen we af op een opnieuw oplopend deficit. En ook naar recht op nieuwe belastingen. Het kan natuurlijk niet zijn dat je zegt van kijk, wij gaan een aantal nieuwe sociale maatregelen nemen die vooral voor onze kiezers goed zijn. En we gaan die laten betalen door de Vlamingen, door de kiezers van de N-VA. Elke regio de mogelijkheid geven om zijn eigen potje te koken volgens zijn eigen recepten en met zijn eigen budget en dus ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Dan kunnen jullie het socialistische economische beleid voeren waar jullie mee naar de kiezer zijn getrokken en dat jullie graag willen uitrollen. En geef de Vlamingen dan het centrumrechtse socio-economische beleid waarvoor zij gestemd hebben.